precies hetzelfde moment koffie. Ja, nou, zag je? Wat ik heel grappig vind is dat hij zegt, dan werd ik met Wouter samen heel erg opgewonden. Nou, wat ik daar zie is totaal geen opwinding, maar dat was wel... Ik weet niet hoe jij eruit ziet bij jou natuurlijk. Nee, maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar dat was wel de opwinding zoals wij hem deelden in de montagekamer. Dat je zo geconcentreerd en zo gefocust bent, ja, dat de opwinding zit in dat je voelt dat het goed zit. Hoe is het om te monteren in een ziekenhuis? Heel apart. Ik denk, het monteren in een ziekenhuis zelf vind ik niet zo heel erg ingewikkeld. Maar het monteren naast een bed waarin iemand ziek ligt te zijn, dat is wel heel ingewikkeld. Alhoewel ik me dat op dat moment helemaal niet heb gerealiseerd. Wint hij dan alle discussies? Nee. Nee? Nee. Maar hij is ziek. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Hij vond het zelf namelijk ook gewoon eigenlijk alleen maar lastig dat hij ziek was. Ja. Want hij wilde gewoon werken. Ja. Dus... En ik merkte dat was op een gegeven moment ook helemaal niet meer aan de hand. Dat was niet meer, daar ging het niet meer over. Nee. Het ging over dat we bezig waren en er kwamen ook weer, ze hebben sterfscènes hebben we gemonteerd, ja, op zijn sterfbed in feite. Ja. Maar het was gewoon dat werk, daar ging het om. Ja. Gijs, is de filmerfenis van Willem, is die te omschrijven? Wat laat hij na, wat laat hij achter? Ja, dat vind ik moeilijk. Ik denk dat het dat je echt wel in een soort oeuvre moet zien van televisie en film. Want het is een Srebrenica serie, Enclave. Johnny Jordaan, Oud Geld. Yeah. Dat behoort daar ook toe, vind ik. En als je zijn hele oeuvre bekijkt, zie je meer een ontwikkeling, maar nog niet iets dat je zegt... Kijk, Cloaca en familie zijn weer heel anders dan Ik omhels je met 1000 armen of Lepel. Mm-hmm. Dat zijn allemaal verkenningen van... Hè, en hij was eigenlijk... Nu was hij klaar om te zeggen, oké, en nu ga ik dit doen. Hij was er iets aan toewerken, zeker? Ja, hij was er iets aan toewerken. En soms schoot hij daar enorm raak in. En soms was hij ook nog dat ik dacht, nou oké, hier, dat kan nog... beter of zo, maar hij had alle elementen klaar liggen om iets te maken wat hij helemaal wilde maken. Yeah. En daarvoor had hij dan een kinderfilm gemaakt, dan televisie, dan met Maria dit. En dan. Dus hij was enorm in ontwikkeling. Yeah. En ja, kijk, op het moment dat je zo vroeg sterft, dan heb je natuurlijk nog wel wat te gaan eigenlijk. Ja, dan zat nog moois in het verschiet. Ja. Ja. Adrienne, je zoon Matthijs houdt in zekere zin herinnering natuurlijk ook levend. Hij is nu genomineerd voor 2 gouden kalveren, maar liefst. Ja, ja, ja. Wat denk je, na vader nu ook zo met een kalf of 2 kalveren naar huis? Ja, dat zou te gek zijn. Ik vind de nominaties al geweldig. En of je dan met 1, 2 of 0 kalveren... denk ik, ja, dit is al zo gaaf voor hem. Ja. En hij wil het wel hoor, hij is hartstikke eager natuurlijk. Ja. Ik weet het gewoon niet hoe het gaat. Maar nee. Hij zat ook heel even, je zag ook Roeltje in dat stukje Kloaka. Zag hem even, hè? Zie je Matthijs als 14 jaar of zo. Ja. Dat is wel grappig. Ze zaten allebei wel af en toe, als het kon, speelden ze een mini-rolletje ergens. Ja. En, Willem zei dan, nou, dan zie ik ze tenminste even op de set. Een soort familiebezoek. Nou, wij van de talkshow gaan voor hem duimen. Dank jullie wel, alle 3, dat jullie hier wilden zijn. Ja. Dank je wel. Ja, over naar een heel ander onderwerp. Ze worden wel de Spike Lee van de Vlaamse cinema genoemd met hun films. Ze moeten zelf meteen lachen. Nou, wij doen het dan. Wij noemen ze de Spike Lee van de Vlaamse cinema met hun films die zich grotendeels afspelen in de onderbuik van de Belgische samenleving en de achterbuurten van Brussel. Weet ze tegenwoordig niet alleen onze zuiderburen in beroering te brengen, ook het buitenland is enthousiast. Een nieuwe film is bijvoorbeeld juichend ontvangen op het filmfestival van Toronto en vorige week werd duidelijk dat ze ook in Hollywood welkom zijn. De jonge honden zijn hier, Adil El Arbi en Bilal Fala. Hey. Mannen, welkom. Ja, even een kleine waarschuwing voor de... Oh, sorry man, sorry. Ja. Kleine waarschuwing voor het publiek. Dit kan wel eens een heel intelligent gesprek gaan worden. We zitten hier namelijk aan tafel met de slimste mens ter wereld, Arbil. Dus zo gezegd. Ik heb gewoon geluk gehad bij die quiz. Ja. Die jij ook gewonnen hebt vorig jaar. Ja. Maar het is ter wereld in België. Dus als je slim wordt, steek gewoon je hand op en dan gaan we iets langzamer praten. Dan regelen we het. Vorige week in Toronto gingen jullie nieuwe film Black in première. Ja, hoe ging het daar?
Dat was fucking crazy. Dat was de shit van de eeuw. Ja, ja, dat was episch. Ja, ja, het was echt. Dat was Hollywood. Dat was echt. Het was ook een heel lange wachtrij dat we niet verwacht hadden. We dachten dat dat voor een of ander nieuw restaurant was, maar dat was voor onze film, blijk. Dus ja, en Hollywood, hè, die direct afkwam en die waren precies van ons kleren aan het trekken. Zo, sign with us, sign with us. En daar vroegen ze of dat we Bad Boys 3 wilden maken of Fast and Furious 8. Wij dus, sowieso, no ja, doubt. Ja, sowieso. Ook al is Vin Diesel een psychopaat naar het schijnt. Maakt niks uit. Nou, fuck it. Het gaat die kant op. Ja, ja. Is het eigenlijk belangrijk dat zo'n film daar dan dat het goed ontvangen wordt? Wel, Toronto is een beetje de Cannes van Noord-Amerika. Dat is het belangrijkste filmfestival daar. Ja. Het is ook de onofficiële start van de Oscars. Dus de Amerikaanse films die daar bijvoorbeeld de People's Choice Award wint. Wel, dit jaar was dat een film dat Room heet. Dus onthoud deze film, Room, want dat gaat 100% zeker veel Oscar-nominaties hebben of zelfs een Oscar winnen. Ja. Dus daarom is dat zo belangrijk. Daarom zijn alle ogen van Hollywood gericht op die festival. We mogen een trailer laten zien van Black. Alright, ja, cool. Cool, nice. Spectaculair. Nous, on est les 10-80. Et vous êtes quoi? La Bronx. Tu vois, c'est d'essayer d'avoir ce fils de pute de Marocain. C'est ce qu'il veut faire. Putain! Regarde ce qui va t'arriver si t'obéis pas. Peut-être que tu devrais quitter les Black Bronx. Je veux pas quitter les Black Bronx. Tu veux pas ou tu peux pas? J'aime bien que je t'enculé, Fédé, va! Décorpolaire! Rien et personne m'empêchera d'être un camp! Ja. Thank you. Dat is dus Black. We gaan het zo hebben over Image. Want die gaat morgen hier in Utrecht in première. Ja, inderdaad. Maar ik wil nog heel even jullie zeggen, Hollywood, Hollywood. Jullie zijn getekend bij Creative Artists Agency, CAA. Ja, ja, dat klopt. Ja. Is dat CNA? Wat is dat? Nee, dat is de grootste agency van Hollywood. Die hebben ook klanten zoals Steven Spielberg en Tom Cruise en Will Smith. En, ja, okay. Dus toen ze zeiden dat ze die klanten hadden, dan zeiden we oké. Okay, waarom niet? Waarom niet? Ja, dat mag altijd. Dus voilà. Ja. Jullie praten in elkaar zinnen, jullie regisseren samen. Hoe zit dat precies in elkaar? Wel, dat is eigenlijk heel, heel natuurlijk. We denken er zelfs niet bij na, maar ja, soms ga ik eerder met de acteurs communiceren en hij eerder en met de cameramensen. Maar soms dat switcht ook. Hè. Yeah. Ja. Maar over het algemeen is hij wel zo'n beetje de bad cop en ik ben de good cop. Yeah. Dus, vooral met acteurs. Dus, yeah. Dus ik heb niet zo heel veel geduld met acteurs. Dus ik kom naar een acteur en bam, hij zegt keiharde opmerkingen, martelt hij. En dan kom ik af en dan zeg ik, dat was goed, dat was goed. Soms probeer het ook beter te doen op dat vlak en dat vlak. Soms heeft hij ruzie met een acteur en dan moet ik de smooth operator. Ja, ik kan een probleem met een acteur. Ik zeg, joh, Adil, kom, ga praten. Het is uw beurt nu om te praten. En dan heb ik ook ruzie en dan praat niemand van ons. Dus. Dan is dat de cameraman die daarmee gaat praten. Dat is voilà. Zullen we heel even nog... We hebben het van de week, moet ik misschien even zeggen tegen jullie, was Jan Nijers hier in de talkshow. Die heeft enorm over jullie zitten opscheppen, over jullie filmimage. Goeie gest. Dus Goeie gest. Ja. Hij zei ook dat een van jullie twee aan zijn dochter had gezeten, trouwens. Nee. Zij wou, maar... Ja. Zullen we de trailer even laten zien van de maasje? Ja. Relletjes in Anderlecht, Sint-Gillies, Molenbeek, Achtjeer, zo. Die koppen zien we anders precies Jurassic Park. Laat die er niet in, hè. Hé! Het was een van de mecs les plus dangereux de Bruxelles environ. T'as peur?
krijg nog 48 uur om die reportage af te maken. Geen een minuut langer, geen een seconde langer. Begin maar al te weten dat ik nooit groot word. En als dat gebeurt, dan zorg ik ervoor dat jij er nooit graag. Peut-être que il faut éliminer votre boss. On met derrière sa place. Boom! Ik sta op de top van de berg. Ik kan u helpen erop te klimmen. Of kan u eraf duwen? Jungle, they want to in the jungle. We hebben scoops nodig. Ja, jullie wonnen de publieksprijs op het filmfestival in Oostende. Ja. Met ja. Image. Jullie kiezen niet de makkelijkste onderwerpen, lijkt het. Zeker niet de makkelijkste omgeving om te werken, lijkt me. Ja, het zijn verhalen die in België toch niet echt verteld worden. Want de meeste regisseurs zijn allemaal blanke Vlamingen. Uh-huh. En dus wij zijn dan de enige mensen met een... Ja, die ratie als Marokkaan, ja, mokro's. Dus als wij die verhalen niet gaan vertellen, dan gaan ze door niemand verteld worden. En dan blijven die films altijd van die etnische, niet gemengde films. Maar dat zijn wel dingen die wel gebeuren. We zijn met 500.000 Marokkanen in België, dus dat is wel een realiteit. En daarom geven we een stem aan die personages die Voelt anders nooit... Het is onze plicht om dat soort verhalen te vertellen. Ja, maar eigenlijk, we zijn begonnen met onze studies om... we zijn geïnspireerd door grote Hollywoodfilms, Jurassic Park en Star Wars en zo verder. En toen we begonnen met onze filmstudies, maakten wij van die oorlogsfilms en maffiafilms. En de leerkrachten zeiden tegen ons, hey, mannen, maakt iets over jullie wereld. Het is vooral, omdat we gebaasd waren eigenlijk. Ja, we waren allebei blijven zitten het eerste jaar. Ja, ja, dus, ja. Dus vandaar... maar jullie docent zijn, maak iets over je eigen wereld. Zoek het dichter bij jullie. Zoek de wereld dat jullie kennen, de wereld, jullie migrantenachtergrond. Vertel het verhaal daaruit. Ja, want is dit een wereld die jullie kennen? Wel, laten we zeggen dat je... Ik ben een gangster, hè. Pak maar dat we wel een aantal mensen kennen die wel een crimineel verleden hebben en in gevangenissen zijn geweest. En die zijn niet zo heel ver van ons, dus... We kennen Brussel en er zijn in België nog geen enkel echte films gemaakt over Brussel, over de Cartiers en zo verder. Uh-huh. Dus het zijn ook verhalen die nog niet gezien zijn geweest. En de leerkrachten op school hebben ze ons aangespoord om... eerder zo'n verhaal te vertellen. Verhalen die... Dan iets wat verder van je vandaan ligt. Maar het is wel de bedoeling dat eens dat we hebben nu Black gemaakt, dat we niet te veel nog van die... Nee. Ja, ja, ja. Eens dat we naar Hollywood gaan, dan zal dat eerder... We nemen Nasreddin Char wel mee naar Hollywood. Dat mag mee. Dat beloven we jou. Ja, sowieso, broeder. We zijn getuigen, Nasreddin. Wij waren er allemaal bij. Wat weten jullie eigenlijk van Nederlandse films? Degene waar Nasreddin Char in speelt. Dat hij een broeder is. Maar niet zo heel veel eigenlijk. Want die komen niet uit in België. Nee. Maar we kennen wel Rabat en Wolf. Ja. En, vonden we ervan? Ja, top, en, hè. En Karakter. Ja, Karakter. Beste Nederlandstalige film ooit gemaakt. En ooit hebben gezien. Ja. Ja. Dat we niet ik weet niet of dat belangrijk is in Nederland. Misschien is dat heilig genig of zo, wat we zeggen. Maar de Karakter was echt de shit van de heeft een zware indruk op ons gelaten. Ja. Zit je nou het Karakter af te zeiken of meen je? Nee, we menen dat. Dat is de shit. Ja, ja. Hey, de shit positief. Hè? Ja, dat is supergoed. Ja, we zagen die film en we dachten, alleen in België maakt niemand zo'n goede films. Allee, nu begint dat wel stiltjes aan met films als Runskop en Broken Circle Breakdown en zo. Maar ja, Karakter, hè, dat was echt top. Hè. Ja. We waren nog filmstudenten toen we die zagen. Dus ja, ja, ja. We hebben ook een boek proberen te lezen, maar die is onleesbaar. Maar de film was echt pijnlijk. Dus. Wat is de bedoeling over 5 jaar? Waar zitten jullie dan? Hopelijk in Hollywood voor onze 10e film of zo. En onze vijfde... met Brad Pitt. Ja, voilà. En DiCaprio. Dankzij ons heeft DiCaprio zijn Oscar gewonnen, eindelijk. En Nasreddin Char. Ja, Nasreddin. Ja, dat is de nieuwe Will Smith. Hè. Dat is Bad Boys 4, maar dan met Nasreddin in de hoofdrol. Voilà. We kwamen wel ook nog een filmpje van jullie tegen, want jullie hebben je wel al een paar maanden voorbereid op jullie komst naar het Nederlands Filmfestival. Oh, fuck. Ja, nee, doet dat niet. Allee. Een broodje koket. Alles goed. Als je me naam een gatje niet blauw. Ja. Ga met die banaan. Ga met die banaan. Geen twijfels. Ja, ga met die banaan. Twijfel niet. Man.
Ja, ik wil ons verontschuldigen voor, sorry. Voor deze, sorry. Deze verkrachting van jullie prachtige accent. We zijn regisseurs en geen acteurs, ja. Dus dat is onze excuus. Ik vond het indrukwekkend dit. Morgen op de Talentdag zijn jullie hier in Utrecht actief. Inderdaad, ja. Waar zijn jullie te zien? Waar we, wat doen we morgen? Hier, hè? In Utrecht. We geven een workshop. Ik weet niet, misschien moeten we aan de organisatie... Mensen kunnen in ieder geval imageren zien. 9:30 in het Louis hardlopen. Complex. Ja, voilà. Yes. Voilà. Dat was het. Mannen, dank je wel. Nog één ding. Begint je? Ja. Een nieuwe maat van ons, de Marnix. Marnix Ruben, met zijn prachtige kortfilm. De Overkant. Shout-out aan hem. Wat is de datum? Voilà, wat hij zegt... Morgen om 6 uur. In Wolf City, hoe heet hij? De Overkant. Met ons afgezien op Sint-Lucas in Brussel. En dat is de shit. Dat is sowieso de shit van de eeuw. Voilà, dat is onze broeder. Hè. Dus chicks zijn dinges. Gaan we dat is doen. Awesome. Jongens, dank jullie wel dat jullie waren. Dank je aan u. Ja, we sluiten af met drie Brabanders in Utrecht. Dus dat moet een mooi einde worden, een gezellig einde op deze avond. De ene Brabander zit hier aan de tafel. De tweede gaat zijn eerste hoofdrol in een speelfilm spelen. En de derde maakt zijn debuut als regisseur. Dus laat die andere twee maar komen. Hier zijn Mike Weerts en Frank Lammers. Goedenavond. Wij hebben ook een accent. Bijna net zo mooi als dat van jullie. Zit jij daar? Moeten we hier nou overheen? Dat is ook, als je een keer echt ruzie met een acteur wil, dan moet je mij uitnodigen. Dat weet je. Mannen, een boekverfilming, een film. Het gaat over de succesvolle jonge kunstenaar Benjamin, gespeeld door Mike. Compleet in de war wanneer je in een TBS-kliniek belandt, omdat je je niks herinnert van wat er gebeurd is. Jouw eerste regieklus, Mike's eerste hoofdrol. Droom die uitkomt, Mike? Ja. Nou, mooi. Ja. Volgende vraag. Nee, kijk. Mike is een bijzondere jongen. Mike die laat zijn eigen dromen uitkomen. Dus die heeft... Nou, kijk, je kan er heel lang op wachten, wat de meeste mensen doen. Maar Mike hier, die heeft gewoon zelf... Die las dat boek. En ik zal het vertellen, dat is chique. Weet je wel? Ja. Die las dat boek, die denkt, ah, dat is te gek, dan wil ik spelen. Die heeft de rechter gekocht, die heeft mij gebeld. Die zegt, kan jij daar niet iets mee... Toen is hij geld gaan verzamelen, dingen gaan regelen, producenten geregeld, heeft het helemaal zelf. Waaronder Mark Barry van IJswater Films en Greg van Slingeland van Pelicula. Wel duidelijk praten. Oh ja, sorry. Ja, dat zei hij, dat was ook een opmerking. Ik moest minder duidelijk praten toen ik speelde. Ja, maar nu geef je een interview. Dat is iets heel anders. Nou ja, Mark Barry van IJswater Films. Maar je hebt je eigen werk gecreëerd eigenlijk. Ja, gewoon. Ik vanuit naar artistieke noodzaak geboren. Ik vond niet dat ik kon spelen wat ik wilde spelen. En ik las het boek en toen dacht ik, nou, dit wil ik spelen. Ja. En als ik naar een andere producent ga, dan komt hij uiteindelijk zegt, ja, dat is wel een goed idee. En dan komt er een andere acteur. Die bekender was dan ik, of zo weet ik veel. Bijvoorbeeld. Yeah. En dan moet ik weer op ons spit delven. En nu dacht ik, nou, laat ik het gewoon zelf proberen. En toen ging hij Frank Lammers bellen om te regisseren. Dacht jij meteen, dat is een goed plan? Ja, ik dacht dat in ieder geval. Zal ik dan iets over Frank zeggen? Ja, dat is het. Je moet een beetje leren wat jullie al doen. Ja, precies. Dus wij moeten nog een beetje... We zijn net begonnen. Ik dacht... Ja, nou ja, gewoon een film maken en het moest een beetje oncontroversieel zijn. Dus of in ieder geval anders dan anders. Controversieel bedoel ik. Dat is echt heel gek. Ja, dat is heel gek. Onconventioneel. Onconventioneel, dat bedoel ik. En dat komt omdat ik in Brabant kom, dus mijn woordenschat is veel kleiner. We hebben een heel ander woordenboek gekregen op school. Sorry. Een beetje gek. Ja, het was eigenlijk meer dat ik gewoon heel erg... hard ging nadenken, wie kan dat? En met name, wie kan mij regisseren? Of in ieder geval daar brengen waar ik dacht, waar ik moest komen, omdat de rol best wel complex is. En toen kwam je bij Frank uit? Ja, ik had hem gezien, ik heb hem leren kennen bij de Bende van Os. En ik had wel een klik met hem. En dat vond ik eigenlijk het belangrijkste om te hebben. Ja. En Frank is een beetje, naast een hele goede acteur, ook een beetje moeilijk manneken. Dat heeft deze film wel nodig. Ja. Maar even over die totstandkoming van de film. Want jullie hebben zelf... geld bij elkaar gesprokkeld, crowdfunding gedaan, alle Brabanders opgeroepen vooral geld te geven voor deze film. Er moet meer gefilmd worden in Brabant. Alles voor de provincie. Ja. En dan gebeurt er dit.
Eddie, je mag hem weer omleggen, hè? Vanmorgen gingen de opnames gewoon weer verder, maar wel met ingehuurde spullen. Want de vrachtwagen waar de eigen lichtsets in waren opgeslagen is namelijk opengebroken en voor een deel leeggeroofd. Eindhoven, de gevaarlijkste, doet zijn naam eer aan. We hadden de bus laten staan. Misschien niet heel slim, dat weet ik niet, maar wij dachten dat dat kon. We hebben veel gekregen van Brabant en nu hebben ze iets teruggenomen. Ik hoop dat ze er plezier van hebben. Kom nou gewoon terug met de spullen, want je kunt er helemaal niks mee. Hè? Of als er iemand 50.000 euro heeft om nieuwe spullen te kopen, mag ook. Je krijgt een bezin. Oh, sorry. Twee prachtige blote vrouwen op de set. Die hebben ze niet meegenomen. Nee. De Brabanders zetten de schouders er dus onder en zorgen ervoor dat de film gewoon op tijd afkomt. En anders zetten we gewoon geen lamp op Mike en wel op die twee meisjes. Ja. Wordt de scène ook niet slechter van, nee, natuurlijk. Nee, dat is waar. Goed. Zijn die spullen eigenlijk teruggekomen of niet? Nee joh, maar dat was ook heel dom. We draaiden in Woensel-West. Dat is net zoiets als Brussel-Noord of weet ik veel waar die... Ja, waar die maar dan nog veel gevaarlijker. Daar moet je geen spullen laten staan. Nee. Maar ja, onze crew was zo warm ontvangen daar. En ze kregen overal frikandellen en het was gezellig en bier. En ze konden meisjes op. Het was gewoon allemaal top. Ja. Dus die waren ook gaan vertrouwen in de mythe die Brabant is. En toen was het weg. Ja, je moet geen spullen in Woensel-West laten staan. Dat is kortom de boodschap. En jullie hebben voor ons, daar zijn we heel blij mee, alvast wat beelden mee genomen van de film, maar dat is niet alles, want jullie hebben ook een keiharde primeur. Snoeihard nieuws voor ons vanavond. Ja. Vertel. Ja, daar ben ik al trots op dat ik dat hier mag aankomen. Nou, daar komt ie. Eigenlijk, ja. Ik lag een keer knetterstoond op Lowlands. Dat kunnen wij namelijk ook. Ja. En daar was een concert en dat concert was zo ongelooflijk goed. En er was een mix tussen klassiek en hip-hop en elektronica. En er stond een enorm orkest op het podium. En ik dacht, die man, die moet de film voor mijn muziek maken. Voor de muziek voor mijn film maken. Ja. Dus bij deze kondig ik met trots aan dat niemand minder dan hier uit Utrecht afkomstige Kite Man de soundtrack voor onze film aan het maken is. Ja. Op dit moment. En daar ben ik heel trots op. Ik heb hem gevraagd. Ik ben naar hem toegegaan. Dat was fascinerend. Kite Man is iemand die zit altijd zo op een stoel. Zeg maar. Zo. Kijk je uit, Frank? En ik zeg, ik kan dit nog wel. En ik zeg, ik wil dat je een soundtrack maakt. En ik wil dat het een soort doorgecomponeerd iets is. Dus dat het niet stopt. Dat was wat ik wilde voor mijn film. Dan gaan we dat, live doen, zei hij. Live? Lijkt me een prima idee. Dus wat er hier al een week gaande is in Utrecht, en dat is echt, wij zijn erbij geweest. In een oude Tivoli. Fucking bijzonder. Want, vertel. Is dat... Fucking dat, shit. Hij heeft, doen we het goed? Ja, komen we in de buurt? Hij, ja. Hij heeft in zijn pand in de oude Tivoli, Fredde Max. Hier 2,5 kilometer verderop, heeft hij een bioscoop gebouwd. Ja. Daar is hij met al zijn muzikanten... gaan zitten, dus, en soms zijn het er meer en soms zijn het er minder. Hij is al een week bezig. Met violen, rappers, de hele shebang. Ja. Daar gingen ze dan bijvoorbeeld, toen wij er waren, eerst 5 uur muziek maken samen. Ja. Totdat er volgens hem een lokmoment was bereikt. Ja, dat ze in de bubbel zaten. Dat ze in de bubbel zaten. Ze moesten in de bubbel. Dan zetten ze de film aan op de grote scherm. Ja. En dan gingen die 25 of 30 muzikanten tegelijkertijd improviseren op de film. En dat konden ze dus ook echt. Ja, maar dat kon ook omdat Kite Man dan tegelijkertijd... Ik weet niet precies wat hij doet, een soort van gebarentaal. Volgens mij geeft hij toonsoorten aan en zo. Hij dirigeert. En dan dirigeert hij. En dat maar die is muzikanten die hebben dus een vierdubbele concentratie. Hun eigen instrument, de muzikanten, de film en hun dirigent. Ja. En ik heb erbij gezeten in de control room. Ik heb die film en mijn film gezien, die ik natuurlijk van haven tot gort kent. En ik zag daar muziek onder verschijnen. En ik heb echt... Mijn mond lag uiteindelijk ergens op mijn schoenen. Omdat ik, ja, er was gewoon een Mother Day Mozart die daar bezig was om onder mijn film een totaal geflipte, rare, te gekke soundtrack. Ziet het ook al, jullie hebben wat beelden voor ons meegenomen, die gaan we bekijken. Zit daar al muziek van Kite Man onder? Ja, dat is niet geïmproviseerd, dat hebben we dus wel van hem, maar dat hebben we er zelf ondergelegd. Ik wilde nog iets zeggen, wacht even. Wat wil ik zeggen? Denk er anders over na, gaan wij een stukje kijken. Dat het in ieder geval een derde, vierde, vijfde of zesde laag onder de film is. Ik weet het al. Oh, kijk. Ik weet het al. Ja. Dat hebben wij. Ik praat dan en dan kan hij ondertussen nadenken. Ja. Wat er uiteindelijk dus gebeurd is, ik kreeg een WhatsApp gisteren waarop stond... Hey man, we zijn de 24 uur muziek gepasseerd. Daar gaan we.
Ik denk opeens alleen nog maar de hele dag over wat andere mensen van me denken. Misdadiger. Aanranden. Verkrachten. Jij zat op de kunstacademie en toen? Niks over de delict. Welk delict? Je vuile verkrachter! Je moet accepteren wie jij nu bent. Ik heb niks gedaan. Jij hoort hier. That's me. Wat vind je aan het einde van de regenboog? Steek die regenboog in je reet dan! Ah! Hey, wat een mooi om te zien. En wat een sterrenkast. Monique Hendricks, Kees Geel, Maarten Heijmans, Hakim Traida, Bianca Krijgsma, Matteo van Gijp. Timo... Iedereen behalve Nasreddin. Nee, ja. Ja, ook nog eens, ja. Is dat zo? Ja. Dat heb je mij nooit gezegd. Maar we hadden Hakim al. En die wilde niet meedoen als jij ook meedeed. Ja. Begin 2016 is het te zien, hè? Ja. We hebben er zin in. Ben je zenuwachtig voor vrijdag? Voor vrijdag? Ja, uitreiking, kalver. Oh, dat is vrijdag. Nee, dus. Ja, ik weet het niet. Nee? Zenuwachtig, nee. Nee? Nee. Maar ik zou het alleen leuk vinden als je dan... Dat zou mijn tweede kalf worden. En dat als je er dan drie wint... Ja? En dit verhaal gaat er eigenlijk alleen maar over... dat ik ook heel graag een keer Hollywood wil zeggen. Zoals zij het zegt. Dat je dan naar Hollywood mag. Ja, ja, maar misschien mag zoiets. Het ook wel met twee gouden kalveren. Dat weet ik niet. Als zij het aandurven, dan, ja. Dan kan dat. Nou, dadelijk nummers uitwisselen. Bereid een speech voor vrijdag, zou ik zeggen. Of Michiel de Ruiter. Gewoon doen. Ja. Komt goed. Dank jullie wel, mannen. Mike Weerts en Frank Lammers. Joe. Dankjewel. Ja, en dit was de talkshow voor deze maandag 28 september. Morgen zijn we er weer met een kerstverse talkshow, maar dan ook allemaal hartstikke leuke gasten. Dus tot dan en bedankt voor nu.